Yo mensen, Bas hier, terwijl Bas Systeem met vandaag een hele leuke video. Want vandaag gaan wij de Prime Icon pakketten openen van twee profvoetballers. En ze heten, zoals je in de titel kan zien, Sam Kersten en Kai Sierhuis. Ze zijn bij mij in de party, of eigenlijk op Discord. Dus ik ben gezellig met ze aan het babbelen. We gaan met SharePlay natuurlijk hun pakket openen. Het is wel een iets langere video. Iets over de 10 minuten als het goed is, want we gaan ook een beetje gezellig babbelen. En dus het is niet alleen de packs. Maar ook een soort beetje gesprekachtig, een beetje interview, een beetje babbelen. Gewoon gezellig. Vind je dat nou leuk? Vergeet dan niet de video te liken en te abonneren. We gaan op naar de 160k. Abonneer nog even als je dat niet hebt gedaan. Ook al kijk je wel gewoon mijn video's. En ben je niet geabonneerd op een of andere manier, doe dat dan toch. En vergeet niet om de video te liken. Laten we gaan voor 5000 likes. Dat zou enorm gewaardeerd worden. Want ik ben aan het grinden als Gerard. Goed, veel plezier. We gaan beginnen met Sam. En daarna eindigen we met Kai. Dus ik zou zeggen, like voor... heel veel. Backluck. Welkom bij de podcast. Dit, nu gaat het gebeuren, dames en heren. Okay. Goed jongens, we zijn op het account van Sam. Sam die zijn pakketje klaar heeft staan. Heb hier een teampie. Dat is niet een gek teampie, met Baby Cruyff zien we. Ja, je moet hem even inleveren, man. Ja. Maar ik denk misschien even snel die selectie even checken, toch? Ik hoorde net dus dat je een goud 1/Elite 3 speler bent. Dat is niet verkeerd. Nee, ja. We zien veel Nederlanders, veel Eredivisie. Dat is sowieso mooi om te zien. Kijk, SBC's ben je ook niet vies van, zie ik. Nee, maar ja, is leuk toch. Lekker toch. Kijk, daar is hij wel. Onze smik alweer, Sam. Daar staat hij wel. Aardig kaartje. Ja, is wel oké. 65 P's. Ze hadden je slechter kunnen doen, man. Sommige stats kloppen vaak niet. Maar ja, dat is meestal met... Ik ben echt wel sneller dan 65 P's. Ja, maar dat is een beetje het kloten, weet je wel. Met die zilverkaart en die bronzen, ja, dan... Ja, ze kijken er amper naar. Ja. Goed, we gaan even inleveren. Je zei Gullit of R9 moeten gepakt worden. Sam zet hoog in deze dagen. Ik zet hoog in. Anders gaat het niet goed komen. Even kijken. Misschien is het handig om gewoon naar iconwissels te gaan in plaats van dat. Zo. Dames en heren, er is hij wel. Kijk eens, het team staat klaar. We gaan hem inleveren. Oei. Oh, dit is wel gewoon hersendodend, hè? Die shit om er dan wel vrij te spelen, man. Ik werd er helemaal gek van, man. Met die squad battles. Ja, ik had heel veel tijd op die weekend, want ik was helemaal alleen in Zwolle. Ja. Dus ik heb alles... Ja, dan is het wel goeie. Anders duurt het wel veel langer. Ja. Zo, je hebt ook wel een goede win-losratio, man. Ja? Ja, maar best wel goed, toch? Ja, wel veel gespeeld. Ja. En wij zitten ongeveer, denk ik, op hetzelfde niveau wel een beetje. Ik heb denk ik ook alweer ongeveer soort bijna dubbele winst van lossen, zeg maar. Dus... Goed, we gaan hem maar eens even erbij halen. Het pakketje. Het moment van de waarheid. Wat zit erin? Prime Icon spelen op het account van Sam Kersten, dames en heren. Ben je er klaar voor? Ik ben ready, man. Oh, daar gaan we. 3, 2, 1. Kom op. Oh, alsjeblieft. Kom op. Goeie vlag moeten we zien. Ho. Oké. Okay. Oh, nee, man. Eetje. Oh, ja, dit is wel een L, man. Ja, dit is om te janken, man. Oh, nee, man. Edwin van der Sar. Oh, mijn god. Het begon zo goed met die vlag. Ik dacht echt aan Gullit. Ja, Gullit Cruijff, ja. Oh, mijn god. Ja, dit is heel triest, man. Oh, mijn god. Van der Sar. Hoeveel is die waard? 420k. Ik ben weer een keeper. Ja, sorry man, bro. Shit. Ja, dit doet pijn, man. Dat zou ik een keer mee zetten. Dit doet pijn. IE, ze gunnen niet. Oh ja, huh? Oh, deze... Ja, ik had die, voor die icons wat die andere had. Nee, zeg me niet dat die een tradable is. Ja, die is een tradable. Niet! Oh mijn god, dat weet je toch niet? Ja. Oh, ik had het helemaal niet gezien. Oh mijn god.
Wauw. Ja, dan heeft die EA echt een hype, man. Ja. Wauw. Heb je een handschoen op, Edje, ja? Ik voel me een beetje schuldig, toch? Ja. Ja, volgende keer doe ik het gewoon zelf. Hé, bedankt, Fik. Oi, oi, oi. Ja, man, dit is heel fucked up, man. Wauw. Ook gewoon uitgerekend, gewoon van de 90 en gewoon een Edje gewoon terug. Ja. Nou, jongens, helaas. Kleine upgrade, maar... Ja, dit is heel kut, man. Je kunt diep. Oi, yo. Oh. Nou goed, dames en heren, het pakketje van Samcast, ja, dramatisch. We gaan hopen dat het wat beter gaat bij Kai. Ik raad alle mensen aan om niet bij Basje je pakket te openen. Hey, bedankt hè. Nou goed, we gaan door met Kai. Opname starten. Dit is iets ziek. Oh, dit is ziek. Oké, dames en heren, we zijn bij de Shifty Snipers. Woehoe. En dat betekent natuurlijk dat wij met Kai Seahuis hier zijn. En wat een team. Dit is een heel apart team wat we hier zien. Fredje? Ja, dit was voor die squad battles, toch? Die Braziliaanse. Squad! Ik hoop dat de audio zo goed is, dat de mensen hier gewoon een beetje goed horen. Dat hoop ik ook. En anders hebben we een probleem. Anders hebben we een klein probleem. Even naar selectie kiezen gaan. Wow, nou en komt dan het, naar Supertramp. Oei, ja. Zijn we hier klaar voor? Oh! Helaas. Jullie hebben allemaal verloren. Ja. Ja. Ah, nee, kijk, wat moet ik zeggen, jongens? Het is wel aardig, hè, Bas? Ja, helaas, zeggen we dan. Ja. Helaas, ja. Voor alle tegenstanders. Ah, en dan gewoon nog grinden voor die Prime Icon Pack, hè? Daarom. Ja, die Frankie is ook nog tradable, die kan ik nog verkopen. Dus ik vind sowieso een dikke shout-out naar Kai Seahuis. Volg hem even op Instagram. Kai Seahuis. En dan, laatste streepje op 9. Kai Seahuis. Oh, je hebt gefixt. Nee. Kai Seahuis, laatste streep. Hoe kom ik dan bij Kai Seahuis dan? Ja, zo heet ik op PSN. Kai. Oké, jongens, volg hem dan even dus op Insta. Kai Seahuis, ik zal het ook nog even in beeld gooien. Want met deze een man... lage streep. Met een lage streep. Ja, zie je wel, toch wel lage streep. Dat zei ik toch? Ja. Dat wel, maar je zei Kai Seahuis lage streep. Dus oh. Kai, ja, mensen vinden het toch wel. Want die man heeft een... Finky. Goed. We gaan even de SVC inleveren. Maar, ja? Hé, hey, Nick Den Hamer heeft ook een vinkje van hem. Oh, wat een big player. Oh, ja, ze zagen dat Nick vaak met Kai Seahuis was. En dan meteen de vinkje, weet je toch? Icon wissels. Precies, ik ben even de weg kwijt, jongens. Maar goed, we zijn lekker op de grind met de uploads en de livestreams. Vergeet even niet de video te liken, te abonneren. Ja, ik was even aan het wegkijken. Okay. Even een kleine prank. Oh, is Wesselini ook in de house? Nee, Wesselini die is er niet. Oh, helaas. Hoe is dat nu? Ja, Wesselini was even weg, die komt morgen weer. Oké, Wesselini is in quarantaine. Het is quarantaine season. Ja. Je weet, we gaan de selectie indienen. Oké. Kai denkt dat het een Italiaan wordt. Jij denkt een Argentijn. Ik denk een Argentijn. Mijn broertje is hier, Tigo. Welke denk jij? Tigo. Hij hoopt een Duitser. Welke? Lothar? Nee, Klose. Miroslav. Wow, nee, maar dat zou wel jammer zijn. Dat zou wel geen respect zijn. Dat zou wel een... Maar kijk, weet je wat het is? Eigenlijk misschien de top 10 spelers. Weet je wel, Arnijn, Eusebio, Cruijff, Gullit. Ronaldinho. Maldini, Cannavaro, Ronaldinho. Die ga ik wel gebruiken, maar de rest Pelé. Eigenlijk... Dus Pelé, weet je, en het is gewoon leuk om weer een Icon erbij te hebben. Ik kan bijna een full Icon team, dan kan ik gewoon een keer mee spelen. Oei, Kai. Grote player. Hey. We hebben hier ook nog 50 kaart. Zullen we die ook even doorheen rammen? Ja, natuurlijk. Doe maar even. We drukken hem in. Kai Seahuis, de man die als zijn baby Icon SBC Eusebio had. Minima borden. Hoi. Helaas, geen walkout, helaas. Wel hier, ook hier ja. In Duitsland. Uit mijn baby icon had ik mijn eerste had ik Eusebio inderdaad. Ah, nee. Doe er maar wat leuks mee, Bas. Zo. Oh, ah, kom op. Nee, doen we zo, kijk. Je moet op de kleintje letten, Kai, dat is belangrijk. Daar heb je gelijk in, jongen. Precies. Ik kom van de bodem, je weet. Nou ja, inderdaad. Kom van de bodem, nou weer. Oké, zo. Maar ik heb dus uit die eerste baby icon Eusebio, daarna had ik ook nog een keer Gullit, maar die is niet zo goed. Maar en verder niet zoveel eigenlijk. Kai, ben je er klaar voor? Ja!
Kaisiers. Ik vind dit wel spannend. We hadden met Sam hadden we minder geluk. Ja. Nou, ik hoop dat je dit toch wel even... Ik hoop toch wel die team of the year Messi die je van je voor Nick pakt, dat je zoiets wil. Oh, ja, ik zei toch Argentijn? Ja, ja. Maradona. Ik weet niet, dat zou zomaar kunnen. Oeh, Kai. De kans is natuurlijk show veel... Show me the money, baby. Show me the money. De kans is veel groter dat het iets slechts wordt natuurlijk. Maar we gaan er gewoon positief gaan we erin. Dat is belangrijk. We zijn ook gehyped voor niks, maar zijn... het kan zomaar. Kai Seahawks, prime icon spelen, we drukken hem in. Voor de CEO's! Als het maar geen Japan is! Daar gaan we. Het is een walkout. Niet. Oh? Nee. Oh nee, Dekko? Nee. Oh my god. Ik verlies! Nee toch! Hoe kunnen ze al zo teasen dan met die EUCBO? Oh, ik dacht weer die Eusebio. Oh, joh. Maar hey, Dekko is wel hard, man. Ik zeg je eerlijk. Ja, hij was wel hard, alleen die kaart niet. Ja, gewoon een huntertje erop. Dan heeft hij 93 pace, 89 shooting. Is hij niet normaal. Oeh, kijk eens. Maar wie te maken met de expert dus? Ah, je moet er gewoon een beetje vertrouwen in hebben. Hier, 4 star, 3 star, top. Anders in de Luis de Sosa. Gaat naar kenmerken, dat is wel belangrijk hoor. Oei. Hier al, hij heeft die flair. Hij heeft de technische dribbel ook in huis. Ja. Right. Ik heb deze niet vaak gezien trouwens, moet ik zeggen. Nee, ik ook niet, dat is maar goed ook. Oei, wat is dat toch? We zijn vol op de grind voor die Dekko. Die Dekko, ja helaas jongens. Gaan ja, hem even dan de... heb je nog liever van de Sar kunnen hebben. Ja. Het is niet anders, Bas. Wie het kleine niet eert, daarom. Is het grote die wint. Dekko kan er gewoon op voor Kante, weet je. Dat is gewoon geen probleem. Nee, man. Nee. Dat is een hele leuke gedachte, maar zo gaan we het helaas niet doen, denk ik. Kijk eens. Oh, je hebt de beste keeper van het spel gewoon niet erin gestaan? Wie? Van de Sar? Nee, man. De Gea. De Gea? Nee, Fitness. Man. Die Lehmann. Hey, probeer Lehmann moment. Ik heb die van Nick. Hij is gruwelijk, echt waar, hij is echt gruwelijk. Oké. Dus ja, als je nog een topkeepertje wil. Zo, dit team is wel lijp hoor. Ja, ik denk dat ik dus nog die 92 Maldini er wel bij haal. Daarom. En dan zet ik die misschien, precies. In plaats van Ramos of zo. Ik weet niet wat doe je nou? Ik moet nog even kijken hoe en wat. Ja, nou in ieder geval. Kai, bedankt. Yes. Geen probleem, Bas. Het was weer een genot, ondanks dat het een heel zo. Als quarantaine season over is, dan ga ik je opzoeken in Frankrijk. Gaan we een potje darten. Gezellig. Maar voor nu wil ik je bedanken. Vergeet dus niet te volgen. Kai Sierhuis, ik ga het in beeld gooien, want ik ben niet zo in de war wat eigenlijk zijn naam is. In ieder geval, als je een vinkje ziet, dan weet je het in ieder geval wat is. Volg die man even, want die man die gooit ook wel wat pijltjes raken af en toe. Dus mocht je daar nog geïnteresseerd zijn, doe dat dan even. Dat gaan we nu weer doen. Gaan nu een lekker potje darten. Goed, bedankt. Tuurlijk. En smash dat duimpje omhoog. En dat belletje, bimamboe. Smash die thumbs up en abonneer iets. Je hoort het, precies. Let's go.